Beste dames en heren, beste nabestaanden. Namens Aqua Omega hartelijk welkom hier in de haven van IJmuiden. Op vandaag woensdag 25 maart 2020. We gaan zo direct aanvangen met de stille verstrooiingsvaart. En de stille verstrooiingsvaart die noemen wij zo omdat er vandaag geen familie en nabestaanden aan boord zullen zijn. Namens hen, wellicht namens u, gaan wij deze verstrooiingsplechtigheden uitvoeren. De afgelopen dagen zijn we langs diverse crematoria in Nederland gereden, hebben daar de ashouders opgehaald. Die hebben we inmiddels aan boord gebracht en we zijn bijna gereed om te gaan vertrekken. Mijn naam is Jaap Roos. Ik heb twee hele lieve collega's meegenomen. Zita, die gaat mij straks assisteren. En Leon staat achter de camera, buiten uw beeld. Voordat we gaan vertrekken, gaan we de Nederlandse vlag halfmast hijsen. Hierbij tonen we ons respect naar de overledenen. En is ook een teken voor onder andere ook de andere schepen op zee, dat wij overledenen aan boord hebben. Luc, wil jij de vlag halfmast hijsen? Luc is onze kapitein van vandaag, ons steun en toeverlaat. Wij gaan zo meteen van de kade af. Zita en ik zullen de laatste begeleiding geven richting de zee. En ondertussen maakt Leon de beelden, die kunt u gaan bekijken. En dan kom ik straks graag bij u terug. Dank u wel. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. Goed, beste dames en heren, nabestaanden. U heeft kunnen zien dat we zijn vertrokken vanaf de kade. Wij, Zita en ik, hebben de laatste begeleiding gegeven aan de overleden. Tot en met het Wort-eiland. En we zijn nu inmiddels op de Noordzee. En ik wil graag nog even het weer met u doornemen. Zoals
Zoals gezegd, de zon schijnt volop. Het is prachtig weer. Een mooie lentedag, zoals we dat zeggen. Met wat lichte sluierwolken, maar dat mag bijna geen naam hebben. De wind is oostelijk. Kracht 3 tot 4. Die komt helemaal uit Rusland. En dat betekent, hoe mooi en zonnig het ook is, dat het best wel fris is. Want de temperatuur is ook nog maar 10 graden. Daar mijn overjas. De golfhoogte is ongeveer, minder dan een halve meter. Dus het is rustig weer op zee. Op basis van deze natuurelementen die ik net genoemd heb, zullen Luc en ik een mooie plek op de Noordzee uitzoeken. Dan wordt het schip stilgelegd en kunnen we aanvangen met het strooien. Tot zometeen. Geluid op het moment dat een belangrijk persoon, en vandaag personen, het schip verlaten. Het signaal daarvoor is altijd 8 glazen. En dat wil ik nu eerst doen. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Goed, beste dames en heren, nabestaanden. Alle plechtigheden hebben plaatsgevonden inmiddels. U heeft kunnen zien dat we een aantal daarvan in beeld hebben gebracht. Zowel de verstrooiing als de urnbijzetting. En we gaan zo meteen een bloemengroet geven namens Aqua Omega voor iedereen die hier is achtergebleven. De bloemen blijven drijven. Onze kapitein vaart rondom de bloemen, dus het zeegraf. En vervolgens horen jullie het laatste afscheidssignaal. Het zijn 3 tonen, waarvan de laatste toon langer is dan de 2 voorgaande tonen. En daarmee zeggen we eigenlijk goede reis volgens maritiem gebruik. Vervolgens zullen we de Nederlandse vlag weer in top hijsen en varen wij terug naar de haven. Thank you.
Sterker allemaal.